deze beschouwing die gaat over het leven voor zover ik het heb over mijn leven <laughs> nou het gaat over het leven in het algemeen natuurlijk en wat ik wel vaker doe bij beschouwingen is dat ik mijn eigen leven met alle dingen die daarin gebeurd zijn erbij haal ter illustratie Ter. Illustre, dat betekent verlichten. Hè? Opluchten of zo. Oplichten. Ja. een Illustratie is een. Ja. Verlichtiging, verlucht, verluchtiging is het voor mij. Ter illustratie. Ik pak het toch nog even erbij. Dat is een beschouwing dus. Ah, ga lekker achterover zitten, joh, kom op. Even kijken hoor. E lustig gaat een uurtje duren illustr ja. e vier definities akkoord illustr ja. dus, uh, e is beroemd is dat het is ook uh, Doorluchtig. Oh, wel nou zeg. Hoog geplaatst. Voortreffelijk. Dat is denk ik wel illustig. Gedistingeerd, gewichtig. Maar illustraties, dat is toch. Uh... ...verluchtiging. Wat is de betekenis van illustreren? Ja. Maar goed, ter illustratie neem ik... ...voorbeelden uit mijn eigen leven. Ik heb een heel mooi leven gehad tot nu toe. Precies het leven zoals ik dat wilde. In, nou, niet dat ik alles zo gepland heb, maar, zeg maar in grove lijnen. Hè? Kijk ik terug. Nee, nee, ik kijk terug op mijn leven en dan zie ik in grove lijnen. Van, ja, dat, ja, dat vind ik wel een waardig leven. Hè? Ik heb nooit de, de intentie gehad of het doel gehad om uh, veel geld te verdienen, bijvoorbeeld. Ik weet nog toen ik, als ik 20, 23, 24 en ik studeerde aan de Landbouwhogeschool in Wageningen en ik had gitaarles. Dus ik heb heel lang klassiek gitaar gespeeld. Kon ik best aardig. Plinkerplonken. Um, dat betaalde ik dan van mijn beurs. Ook nog een keer. Hè? Dat moest je zelf betalen. Dat was een privé-leraar. Ja, niet van mij privé, maar... Ja, ik, ik had privéles. Ja, dat is een privé-leraar. Kreeg een half uur les en kostte vijftien gulden of zo. Aardige man. Holland heette hij. Dingens van Jan, Klaas of zo. Hans, Holland. Jarenlang les gehad ben. En toen vroeg die man op een dag aan mij... Van, wat wil jij later eigenlijk uh, met je leven aan gaan doen? Hè? De, aan gaan vangen. Wat is nou jouw doel? Waar wil je werken? Wat, wat zie je voor jezelf weggelegd? Hè? En toen zei ik tegen hem... Van, wow, het maakt mij niet zoveel uit... Als ik maar niet hele dagen hoef te werken. Dat wordt mijn streven. Ik ga halve dagen werken. En toen keek hij mij zo aan. Dat was een hele aardige man, hoor. Maar dat hij zei van, nou, uh, hoe ga je het voor elkaar krijgen dan? dat ik zei, ja, dat weet ik niet. Maar als je mij vraagt, wat wil ik nou? Huh? Waar wil ik voor gaan? Nou, dan wil ik dat. Dat ga ik proberen. Nou, en als mijn plannetje wat ik aan heb tot nu toe. Uh, ja, als het een beetje doorzet zo. Hè? Ik zit nu al in de ondersteunende dingen in de gehandicaptenzorg. Nou, ik heb vanmorgen heb ik van acht tot tien gewerkt. Want nou, het lijkt mij part-time, of niet? En binnenkort ga ik diensten draaien van half twaalf s morgens tot vijf uur s'middags. En dan drie dagen in de week of zo. Ja, ik kan er van leven hoor. Ik heb zo'n zo spreadsheetje gemaakt. Ons Zunig. En ik woon in een klein flesje. Even dat ding erbij pakken. Maandlasten. Ja. Allemaal lopen rekenen. Met de nieuwe ben ik nog niet helemaal uit. Maar. Maar het komt erop neer dat als ik 20 uur in de week ga werken, uh, dan kan ik van rondkomen. Ik kan geen gekke dingen doen, maar ja. ik kan er van rondkomen. Er zit ergens een soort optimum voor mij dan hoor, want. Als ik meer dan zoveel uur ga werken. dan krijg ik niet zoveel toeslagen. Of beter gezegd, als ik 40 uur in de week ga werken. dan krijg ik aan uh, toeslagen, noem het maar belastingkorting of zo. dan krijg ik maar uh, 25%. Ongeveer. Of ja, pak een beetje. Of een derde. Nee, nou ja, haal me op een derde. Ofzo. Ja, dan raak ik twee derde van mijn toeslagen kwijt. Dus ja, daar, daar, daar doe ik het ook niet voor. Dan heb ik 1900 euro net al. Ja, sorry hoor, maar ik zou niet weten wat ik met dat geld moet doen. Tja. Dus. Nou, zoals het er nu uitziet, en als mijn gezondheid het toelaat. En ik, ben een beetje, ik heb een beetje last van artrose of zo. Een oudermans, oude mannen, oude mensenziekte. maar Daar geld voor, dacht ik, in beweging blijven. En, ja. en bewegen, dat doe ik wel. En ik moet dit dan nog acht jaar volhouden. En. Oh. En ik ga morgen even vragen op mijn werk, of overmorgen, maar van de week ga ik dat even doen. Ga ik toch even vragen op het hoofdkantoor van of men in het algemeen een beetje tevreden is over mijn werk. Want ik doe het nu drie weken, maar het is ook pas voor het eerst in mijn leven dat ik dit doe. Ik ben nieuw in de business. Van is dit wat ze zoeken. Als het er nu uitziet, kan ik dus als ik dik 20 uur in de week draai. 22 uur of zo. Hè? Ja, dan. Wat zou ik dan? Oh, dan... Ik geef momenteel echt in de week, geef ik maar 50 euro uit aan eten en drinken. Dat is niet veel, dacht ik. Dus dan kan ik lekker sparen. Nou, dat lijkt mij fijn hè. Dan kan ik een keertje met de trein ergens naartoe. Want het gespaarde geld. Dus dan heb ik uiteindelijk, na al die jaren sinds dat ik dan 23 was, heb ik het dan voor elkaar. Dat ik mijn halve dagen hoef te werken. Erg mooi. Want wat moet je nou met al dat gejakker? Er ja. zitten die mensen, die wonen hier achter mij. En die hebben de godganse tijd hebben ze verjaardagen of iets anders. En dan zitten ze weer met z'n allen in de tuin. En dan, nou Zo te horen zit er ook alcohol bij en toestanden. En, nou, ik, ik gun die mensen dat allemaal van harte hoor. Dus dat maakt mij niet aan. Maar die woningen die daar gebouwd zijn, dat zijn van die uh, Young Urban Professional uh, apparaten. Dan heb je drie verdiepingen in je woning. Ja, ik ik gun ze van harte, maar wat kost dat? Aan hype? Dan ga je lekker veel hypen, man. Moet je hyper hè? Qua hypotheek. Hypertheek moet je maar zeggen. <laughs> Hyperhypotheek. Ja, ik zit hier. Ik heb dus een, een kamer. Die is wel vrij ruim voor mij. Met een lekkere bank. En een klein kutkeukentje. Maar dat is groot genoeg voor mij. Met een geinig balkonnetje. En aan de andere kant heb ik ook een balkonnetje bij mijn bed. waar ik nu in zit. En dan heb ik ook nog een ruime kamer over. Dus als ik ooit nog een keer een vrouw van mijn dromen ontmoet, dan kan ik zeggen. Gertrude, ga je koffer pakken en trek me bij me in. Jij krijgt die kamer en ik hou mijn kamer. Ja? Gaan we lekker samen door het leven, waarom niet? Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat me nog te wachten staat. Hè? Dat dat op een dag in mijn schoot wordt geworpen. Een vrouw met verstand. Ik heb zo het idee dat ik bezig ben met een, een afronding in mijn leven en dat er, dat er een periode is van afscheid en dingen loslaten en focussen, dus scherpstellen op de toekomst. Het geeft bij mij ook allemaal gevoelens van uh, melancholie. Dat is misschien wel leuk voor jou, wel leuk om er even bij stil te staan. Want misschien heb jij dat ook wel, hè? Melancholie. Dat je denkt van, oh, en toen was het zus, en toen was het zo. Ja. Je hebt die man van The Cure, die, uh, weet ik ook alweer? Robert Smith. Die zanger, componist. Hele goede gitarist is het ook, trouwens. Geniaal artiest. Maar ja, die heeft zo'n mooi nummer uh, geschreven en het luidt... Uh, Who does not love what will never come back? Wie houdt niets van de dingen waarvan je weet dat ze nooit meer terug zullen komen? Dat is melancholie. Maar dat hoort erbij. Wees nou eerlijk. Melancholie is onderdeel van het leven. Oh, ik bedoel, dat, dat je... Dat je melancholisch kan zijn, hè? Ik hoorde een keer een heel raar verhaal over melancholie. Dit gaat over het leven. Hè? En dan mijn leven. <laughs> ik heb zulke leuke dingen gedaan. Ik ontdekte... Toen ik 39 werd. toen werd ik. verantwoordelijk voor. Een, een zwangerschap. Dat begon zo. En toen ik. 40 was. toen is er een kind geboren. Mijn kind. En in die tijd ging ik. Filosofie studeren in Nijmegen. Daar was ik, nou, als ik toen 39, was, ben ik begonnen. En toen ik 40 was, 41. Dan... Nou, was ik daar toch wel redelijk uh, illuster. <laughs> Iedereen kende me daar wel. Nou, binnen de afdeling Logica taalfilosofie en Taalfilosofie. Uh... Ik heb daar lezingen gegeven. Zo, ik heb ze daar laten lachen, jongen. Oh, de knetter. Ja, het was een mooie tijd. Even kijken, hoe kwam ik er nou op? Ik ging dus filosofie studeren, ik kreeg een kind. Oh ja, en ik leerde dus dat er een hele hoop ja, geschreven is. En dat zijn geen romans, dat zijn ook geen wetenschappelijke werken, dat zijn ook geen geschiedkundige romans, maar dat heet dan filosofie. Dus dat, dat hangt iets in tussen wetenschap en, en religie of zo? Nee, het is, eigenlijk is het pure wetenschap, maar het heeft niet de empirie als onderwerp. Dus empirie is alles wat je waarneemt. Maar dat is ook weer niet waar. Nou ja. Want het gaat natuurlijk wel degelijk om de waarneming. Anyway, ik leerde dus filosofie te lezen en te begrijpen. Ik denk, oh, is dat is toch wel interessant. Hè? Want het, ik was niet naar Nijmegen gegaan om specifiek filosofie te leren. Maar ik wilde de essentie van taal naar boven zien te krijgen. Daar ging het mij om. Ik wilde taalkundig worden. Dat is aardig gelukt. En die, in, in die kunde, in die euforie, zullen we maar zeggen. Toen ben ik een aantal keren langs geweest bij de Theo Sova, die club van Helena Petrovna Blavatsky. Ik weet niet of je dat iets zegt. Zo niet, dan moet je het even opschrijven. Helena Petrovna Blavatsky. En ik ga het niet spellen. Nog een keer. Helena Petrovna Blavatsky. Als is een Russische aristocratische dame uit de 19e eeuw. En die rookte sigaren als een ketter. En die gaf leiding aan die beweging van Sofa en ik was bij die Teosofa. Die hebben dus een stichting Isis. Die oude lezingen, zo. En dan stond ik daar een keer tijdens de pauze en twee mannen die daar de show uh, draaiden. waren... Wie heette die nou? Barend Voorham. En die andere die heette Flip Whisky. Nou, tot op de dag van vandaag weet ik niet of dat nou hun echte namen waren. Want dat klinkt wel heel erg uh, moppig hoor. Want wat is nou voorham? Achterham ken ik wel, maar wat is voorham? Een flip whisky. Wie heeft er nou, nou whisky van zijn achternaam? Maar nou goed, zo werden ze aangesproken. En Barend die stond met flip te kletsen. En ik. Ging daar een beetje op, ja, zeg maar, op gehoorsafstand van staan. Ik wilde ze niet lastigvallen, maar ik wilde wel weten waar ze het over hadden. Hè? In zo'n onder onsje tussen twee van die theosofen. Nou, ze hadden het over het verblijf in de concentratiekampen. tijdens de Tweede, tijdens de tweede Wereldoorlog. Die... Auschwitz en zo. En dat er dus mensen waren die die kampentijd, kampemententoestanden, overleefd hadden... en met een melancholie terugdachten aan hun tijd in de kampen. Tja. Ik dacht, wat? Krijgen we nou? <laughs> maar dat zei Barend Voorham tegen Flip Whiskey. Of uh, andersom kan het ook. Ik weet niet meer wie het tegen wie zei, maar... En het ging er dan om dat bij het ochtendappel dan kwam de zon op in het oosten... ...en bij het avondappel dan ging de zon op uh, aan in het west, uh, onder in het westen. En dat was dan dus van rechts naar links. Zo. En twee mensen die dus uh, bij het ochtendappel er waren en ook bij het avondappel er waren... ...want anders dan was je natuurlijk uh, ontbrekend, dus je moest erbij zijn. En dat die dus met z'n tweeën aan het memoreren waren van weet je nog hoe mooi dat was... Dat de zon opkwam aan je rechter schouder en die ging onder aan je linkerschouder. Ja, melancholie. Dat is, uh, het, het hoort bij het leven. Als je niet melancholisch bent, ja, wat, wat, wat heb je dan aan je leven gehad? Ja, ja ik vond dat eh, eh, niks hoor. En, eh, Oh, ik hey, mis het ook niet. En hoezo mis je het niet? Hm. Maar ik mis het ook niet in die zin dat ik niet die tijd weer terug wil. Zo. Maar ja, ik kan er toch wel uh, met een heel leuk gevoel aan denken. Hoor. Dan denk ik, oh, was dat mooi. Weet je? Ik heb ook al die foto's nog en... En er zitten mooie foto's bij, man. Oh. En dan ben ik weer helemaal in dat moment. Dat had hartstikke mooie herinneringen. En wat ik nu heb, dat, dat is ook niet stom. Maar, maar dan zit je er nu elke dag in... En ik heb geen saai leven, dat wil ik niet zeggen, maar het is nu elke dag, uh, ja weet je, wasmachines aanzetten en de droger aanzetten en uh, ja, de was sorteren. Maar zo dadelijk, daar kan ik je vertellen, als dit voorbij is, dat zal wel weer op een dag voorbij zijn. Dan ga ik met, uh, ja, dan krijg ik denk ik weer melancholie. Dan denk ik van, oh, het was toch wel leuk hoor. En als ik zo dadelijk met pensioen ga of zo, of de artrose slaat helemaal toe en ik kan niet meer fietsen of zoiets. En ik krijg een bureaubaan of weet ik wel wat, of kantoorbaan of zo. Ik weet niet wat het leven voor mij in petto heeft. Misschien krijg ik wel een WHO-uitkering op uh, 90% van mijn laatst verdiende loon of zo. Heb ik meer dan een uitkering? Nou, ja. Ja, vind ik ook goed, toch? En dan kan ik me ook wel met melancholie terugdenken aan deze tijd, denk ik dan hoor. Ik heb vandaag erg leuk gewerkt, moet ik zeggen. En niet elke dag is even leuk. En vandaag was echt erg leuk. Was het niet zo ontzettend heet? Vond ik ook wel lekker. En ik wist nou precies waar het was, want ik ben er gisteren ook geweest. En als je ergens voor de eerste keer naartoe moet, dan ben je zo een beetje, kan je het wel vinden en zo. Toen was er ook wat misgegaan met het tijdstip, of iemand had het niet in de gaten gehad of zo. En dat was eigenlijk ook wel grappig, want ik was daar dus uh, stik om acht uur, hè? terwijl ik het niet kon vinden. Die, oh man, dat was echt wel lastig. En dan moest ik nog aan een vrouw vragen die daar in de buurt woonde. Mevrouw, weet u de Dingesstraat? En die begon het zo uit te leggen, en toen snapte ik het niet helemaal. En ik zei ja, 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 want ik moet namelijk naar dat, uh, die, die vestiging toe van de gehandicaptenzorg. En ze kijkt me zo aan. Oh, zei ze. Oh nee. Maar dan moet je bij die kruising naar links. En dan ga je het fietspad op. En dan rij je er recht tegenaan. Want nou, toen was ik daar toch nog uh, prima op tijd. Maar dan dicht de deuren. hè? Uh, niemand. Niemand. En ik dan bellen met het hoofdkantoor. En daar was alleen maar de receptie. Dus uh, mijn directe begeleiders die waren er niet. Ja, acht uur s morgens. Die mensen beginnen pas om half negen, negen uur. Maar de receptie was er wel. En toen kreeg ik de teamleider. Ik heb gevraagd en ik weet die woorden tegenwoordig. Ja, ik kan er niet even de teamleider in zijn, hè? Ja, toen dus zei die vrouw, ja, dat is wel een goed idee. Dan zal ik je doorverbinden met de teamleider. Maar die nam niet op. Toen heb ik daar een voicemail in gesproken van ja, ik ben die en die, ik ben periwinkel. En, en er is niemand, ik ben daar en daar. En die, bel, die persoon die belde terug ja, toen was ik al lang binnen. Sterker nog, toen was ik al aan het werk. Want om half negen kwam er iemand. Oh, wie ben jij dan? Ik zei, ja, ik ben van het schoonmaken. Oh, zou er vandaag iemand komen schoonmaken? Ik zeg, ja, om acht uur. Oh. <laughs> ja, dat was een leuk begin. De eerste half uur van mijn twee betaalde uren, die heb ik doorgebracht in het zonnetje. Ja, ik zweer. Ja, je mag niet zweren van de Bijbel, maar ik zweer. Ik zat... Ik zat zo'n een elektra kastje. in het zonnetje met een leesboek. Ja. Best een leuk boekje, geschreven door een vrouw, een familieroman. Krijg je toch een beetje inzicht in de psyche van de vrouw. Want wel de eerste paar pagina's vond ik wel leuk. Ik denk, nou, een familieroman door een vrouw. En in elk geval, de eerste pagina's die gaan niet over seks. Dat vind ik wel vaak met vrouwen hoor. Zo'n vrouwenroman, dan gaat het gelijk over seks. Hè? Ja, of ik denk dat jullie dat ook hebben. Of dat ik iedere keer die pech heb in mijn leven. Dat je zo'n roman hebt geschreven door een vrouw en dat gaat weer over seks. Dus, die, die. Nou, nee, ik zal die namen niet noemen. Maar. Er zijn van die vrouwelijke uh, auteurs waarvan ik denk: van, ja, laat me zitten. Maar dit waren best wel aardige pagina's. Niet heel geloofwaardig opgeschreven. Ik zeg, er zaten wat dingetjes in. Ik denk, ja, de scène klopt niet helemaal. En, nou, het is een beetje onduidelijk wat hier nou eigenlijk aan de hand is. Maar je begrijpt het idee van de schrijver wel. Dus je leest je maar door. Ja, het was eigenlijk toch wel leuk. Ik denk dat ik dat boek mee naar huis... Neem. Nee, dat, was, dat was heel maf. Maar bij dus de, die opvangtoestand... voor die gehandicapten... daar hangt buiten een boekenkastje... en dat is open. Dan mag je boeken uit meenemen die je wil. Zo. Ik heb dit boek in kwestie... netjes teruggezet, maar ik denk dat ik het... Ja, volgende week ben ik er weer. Ik denk dat ik het meeneem. Dat ik toch wel wil weten waar, waar deze mevrouw... het verder over gaat hebben. Met een familieroman... Kan ik misschien nog een leuke boekbespreking overhouden? Erg leuk. Hoe ik vandaag gewerkt heb. En gisteren ook. Het was gisteren gezellig. En vandaag gezellig. En ik heb zo mijn tempootje ontdekt. Het, uh, ja, je hoeft niet te rennen en te vliegen. Dat is echt allemaal niet nodig. Het is een kwestie van bezig blijven. Meer niet. Je, je komt binnen. Gewoon niet treuselen, Niet aarzelen. Niet een kwartier lang stilstaan bij wat moet ik nou doen. Gewoon even kijken, een plannetje maken en dan beginnen bij iets wat je kan. En ook even checken iedere keer van wat zijn de prioriteiten. En dat je die als eerste doet. En je even afmelden. En vandaag heb ik ook de moeite genomen, want ik had nog een wasmachine aangezet. En doorgegeven, want ik heb een wasmachine aangezet. En over twee uur is die klaar. En of iemand dan die was in de droger wil stoppen. En de droger heb ik ook aangezet. Dus dan moet uit de droger in de wasmand opvouwen. Dat... Ja, dat wil ik wel doen. Oh, dat vond ik ook wel leuk. Een leuke opmerking. Dat, dat doen ze daar zelf. In het kader van de activiteiten met de gehandicapten. Dus de was opvouwen is een klusje, zo'n dus activiteit. Het is kennelijk dus niet zo'n heel laag niveau. Maar ja, dat is gezellig. En eens zo'n jonge vrouw die voor mij opendeed vandaag. We raakten zo'n beetje aan de kletsklets. -klets en... Nou, en ik zou vertellen van hoe ik daar beland was. En dat ik programmeur ben geweest altijd. Daar ja, ben ik nog steeds. Dat is mijn métier, is mijn passie. Ik zeg maar nou, wil ik graag dit doen. Dat dus is dus wel de hele stap. Ja maar wel overwogen gezet. Maar ja. vond ze wel een leuk verhaal. Toen vroeg ik aan haar van ja, wat is jouw achtergrond dan? En doe je dat werk al lang? En, uh. nou, zij vertelde dat ze begonnen is met dat werk in de gehandicaptenzorg. En toen haar dat beviel, is ze uh, de opleiding gaan doen. Uh, toen was ze 26 en was ze klaar met de opleiding. En toen zei ze, ja, nu werk ik al 13 jaar in het vak. Waarop ik dus dacht, Van, nou, 39, jij... <laughs> uh, zie je er niet verkeerd uit. Ik had er jongeren in geschat, moet ik zeggen. Een mooie vrouw, zeg. Wauw. De man die haar getroffen heeft, die... Uh... Ja... Ja, die mag eens zijn handjes knijpen. Daar kan je mee op een feestje verschijnen. Ze heeft die hele mooie ogen. Weet je, bruine ogen volgens mij. En dan rood. Ze heeft iets van bruin haar. En dat heeft ze dan half laten blonderen. Of ze heeft van zichzelf van die strenge, lichtere kleuren erin zitten. Dat kan ook natuurlijk. Dat ze zo'n trucje heeft uitgefroten. met een beetje citroensap erin. en dan uh, onder de zonnebank of zo. Ja. Nou, je weet het bij die vrouwen nooit. Ja, nou, heel aardig iemand. Zonder make-up en zo. Hè. Heeft ze ook helemaal niet nodig. Nee, het is een leuk een leuk leven waar ik nu in ben beland. En al die dingen die ik ja, gehad heb, dat leven wat ik had, dat, ja, daar ben ik eigenlijk een beetje mee klaar, hè? want ja, door ik gestopt ben met mijn drinken, en, en dat is echt zo, hoor. Ook dat ik ja, ik hou mezelf dan wel eens even voor de gek. Dat ik zeg: van, Ja, Perry, jij kan best vanmiddag even naar de supermarkt gaan. Dan haal je hè, voor een paar euro van die uh, gulpende gladiator-elende of zo. Als je dan toch bezig bent, dan haal je een pakje van die vieze cheque. En als je dan toch bezig bent, loop je even door naar de koffieshop en uh, dan gaan we lekker blomen. En dan denk ik: Nee, ik heb er geen zin in. Gek, hè? De gedachte staat me tegen. Terwijl ik het. Het is onderhand bereiken. Maar goed, dan, dan doe je dat niet meer. En. Ja, en Wim Kruidentuin. Die kom ik dan ook niet meer tegen. Want ja. Ik heb hem leren kennen. In de kroeg. In Café de Wacht. En, ja, en dan was een afspraakje. Snel gemaakt. hè? Van, uh, nou, uh, ga je uh, nog even naar de wacht? Ik ga er dus vandaag even naartoe en uh, als je er dan zie, dan uh, krijg je een biertje van me. Dat was altijd uh, de manier om Wim uh, op de fiets te krijgen. En dan sprak ik hem weer. Na uh, nou, één biertje, er werden twee biertjes, er werden drie biertjes, er werden vier biertjes. En dan gingen we naar het streetcafé, want daar mag je binnen blauwen. En dan uh, nog een biertje. En dan uh, voilà. Nou, voordat je het weet heb je de acht in je nek hangen en dan ga je weer eens keer naar huis. Hè? En ja, dat is over. En ik heb tegen Wim gezegd, ik, ik heb die, met die website van hem, dat zijn levenswerk, al die, die filmpjes en zo van hem, daar ben ik mee bezig geweest. En, en hij heeft dan weer nieuwe wensen, dit, nog en dat, nog en, zus, en zo. En ze uh, zei, ja, kom dan even langs bij mij. Gewoon bij mijn woning. Hè? Ja, en dan komt hij dan niet. En wel zei hij laatst weer tegen mij: van ja, ik mis het toch wel. Ik zou wel leuk vinden om jou weer een keer tegen te komen in de stad. En denk ik: ja, ik ben gestopt met, uh, met suipen en roken en blauwen en alles. Oh ja, oh ja. Ja, dus het trekt me, het trekt me echt niet meer. Wil een potje schaken? Ja, dat, dat doe ik al via internet, wat is dat nou? En als ik dan echt mis om tegen mensen te schaken, dan kan ik lid worden van een schaakvereniging. Doe ik dat toch? Ja. Trouwens, momenteel heb ik met dat werken heb ik genoeg mensen hè, genoeg aanspraak. Ik wil voor eenzaam echt niet doen. Maar na Wim komt dan niet meer langs. En dan belde hij van de week op en zei die, Ik heb een nieuwe auto gekocht. En toen dacht ik van... Uh, wat is dit nou weer voor mededeling? We hebben toch samen met z'n drieën die Clio. Ik dacht dus even van een, een nieuwe deelauto. De Clio gaat weg en Wim heeft een nieuwe gekocht of zo... Hij bedoelde, ik heb hem voor mijn eigen gekocht, ik stap uit de Clio. Oh, dacht ik. Nou ja. Ja, moet hij weten. Ik denk, dan krijg ik er weer zo'n melancholisch gevoel bij. Want ik, ja, ik vond het toch wel leuk zo met z'n drieën die Clio delen. Maar ik denk, ja, als Wim ermee ophoudt. Ik kan er wel mee doorgaan met, uh, met Martin. Maar ja, weet ik veel als die Clio uh, een cure krijgt of zo. Ik, maar ik, ik weet het niet. Aan de andere kant, ja, ik heb een nieuwe overchipkaart besteld. En ja, het openbaar vervoer dat rijdt ook nog hoor. Dus we maken het uit. En als ik de Clio een keer nodig heb, nou dan, dan huur ik hem wel in. Joh. Nee, dat komt wel goed. Ik Zo gaat zo'n leven aan je ja, leuke, leuke dingen meemaken. En dan komen er veranderingen. En dan weet je dat je die leuke dingen niet meer gaat meemaken. En dan denk je, oh, wat een leuke dingen waren dat toch. Maar ja, dat maak je er niet meer mee. En als je dan die dingen niet meer meemaakt, ja, dan ga je weer andere dingen meemaken. Of is dat nou? Je maakt altijd wat mee, namelijk. Ik heb nu een uh, YouTube-ban opgelopen op mijn gewone kanaal. Dus ik kan niet meer uploaden. Ja, nou ja, dat is dan pech of zo. Maar ja, ik heb nog een ander kanaal en dat is dan een programmeerkanaal. En... Ik moet zeggen, daar heb ik veel meer views op dan uh, op mijn gewone reguliere kanaal. <laughs> ik heb er nu net eentje opgezet, uh, dat is nog geen... Vier uur geleden of zo. Nou, alweer vier views op. Nou, dat is vrij veel. En eentje heb ik er vanmorgen opgezet. En die heeft al 33 views. Gaan we daar door maar lekker door. We zullen wel zien wat het leven eh, voor mij in petto heeft. Ik bepaal het niet. Ik kan er niet zoveel aan doen. Ja, bedoel, ik, ik, ik heb ervoor gekozen om te stoppen met drinken. Dat heb ik zelf gedaan. En ik heb ooit gekozen om mijn leven helemaal te wijden aan het. Uh, ontwerpen en schrijven van de perfecte programmeertaal. De perfecte programmeeromgeving zoals ik hem dan voor mij zie. En zo moet hij in elkaar zitten. En ik heb er een, een aantal jaar geleden voor gekozen om enorm veel alcohol te gaan drinken. Ja, daar was ook wel ergens voor nodig, denk ik. Om mijn omgeving duidelijk te maken dat ik uh, mm, ja, heel gefrustreerd was. Boos of zo. Nou, dat ben ik nou niet meer. Kan je denk ik wel horen aan mijn stem. Ik ben echt niet meer boos. Ik zou niet weten waarom en ik zou niet weten op wie. Met, met Wim, dat hij zo in een en zo met die Clio ermee kapt. Dan denk ik, ja. Ik vind het vooral naar die andere toe. Martin Martin van de Clio. Ja, wel een beetje een schok of zo. Had hij dat niet even. ja, Hij wilde dan iets anders qua auto. Daar heeft hij al eerder een balletje over opgegooid. En. Uh, maar nu in ene gaat hij dan zeggen: Van nee, ik heb niet mijn auto en jullie mogen er niet in rijden. Of zo. Daar komt het op neer. Dan denk ik: Ja, we hebben jarenlang die Clio gedeeld en dan nu dit. Oh. Oh, dat zal Martin niet leuk vinden. Dat. Uh... En toen zei Wim ook nog: van uh, ja, uh, Martin weet het nog niet, uh, geef jij dat dan even door? Boeg tegen Wim zei je wat? Ik? Het <laughs> is een beslissing? Uh, Martin woont bij hem om de hoek. Uh, die zit uh, vijf huizen verderop. Hij kan even aanbellen. Zeg hallo, ik ga even wat vertellen. Uh, heeft hij daar geen zin in of zo? Maar het was al een tijdje bezig, hè? want ik was gestopt met drinken en dat zag ik er niet meer zo vaak. En, uh... Oh, dat was met zijn verjaardag, nou wil ik het weer. Hij was jarig en hij nodigde mij uit. En die verjaardagen van, van Wim waren ongelooflijk doorgoten met alcohol. Ik zei: Nee, Wim, ik bedank voor uh, de festiviteit. Want ik ben gestopt met drinken. Oeh. En daar is het eenmaal begonnen. Kijk naar en dan drijft iemand weg uit je blikveld. En ja, nou, de eerste maar zo. Dat maakt er niet uit. Ja. Nou, en mijn moeder heb ik uh, in mijn nuchtere periode, dus de afgelopen maanden van nuchter, heb ik mijn moeder een keer gebeld. En gezegd uh, wat er aan de hand was met mij. Omdat ik dus super gefrustreerd was en enorm veel sopen had. En, en dat die frustratie voor een deel te maken had met haar gedrag. En dan de dingen die ze gedaan heeft en de dingen die ze gelaten heeft, verzaakt heeft, alhoewel ik het wel gevraagd had. Dan zou je dat willen doen. En die dingen die ik haar vroeg, die waren niet voor mezelf, die waren voor haar kleinkind, voor mijn kind dus. En daar dan, dan niet, en daar dan niet op ingaan, ja, dat vind ik min. Dat vind ik min. Dat vind ik nog steeds. Alleen ik ben nu niet meer boos. Als het eindige. En nou is mijn moeder boos. Nou is mijn moeder boos op het feit dat ik boos was. <laughs> ja. Dat is wat ik denk. Ze belt me helemaal niet. Mijn moeder weet dat ik die nieuwe baan heb en anders. Uh, ze belt niet even om te vragen: uh, Goh, hoe is het op je werk? Ik ben toch haar kind. Zij heeft mij op deze wereld gezet. Ik bedoel, ze weet dat ik een landbouwkundig ingenieur ben. En dat ik knalgoeie cijfers had. Ze weet dat ik filosofie gestudeerd heb. Ze weet dat ik in de business gewerkt heb op heel hoog niveau. Ik heb gewerkt voor internationale multinational companies. En nou uh, ben ik ondersteuner in de gehandicaptenzorg. En geef ik door dat uh, de wasmachine draait en de droger draait. En of iemand zo dadelijk over twee uur even naar, naar het washok wil lopen om. Uh, hè? Zodat morgen al het weilen weer schoon zijn en de, en de rode doekjes. En, ja, eh? ah, is dat is altijd wel leuk als mijn moeder even belt uit belangstelling. Ik oh, hoor helemaal niks. En mijn zus, de, de laatste keer dat ik mijn zus sprak, de, de, jaren terug alweer, dat was er een scheldpartij, man. En toen dacht ik van, nou op deze manier uh, ja, ga ik jou, dit is niet voor mij een uitnodiging om jou over een maand weer eens te bellen of zo. Goh, hoe gaat het met je? Zo van ben je nog steeds boos of zoiets. Dan nou, gaat ook weer. Nou, van die kant is het ook uh, een muis en muisstil. Ik had gisteren mijn tante Til aan de lijn. Ik lak wel lekker met klessen En mijn tante Teel, uh, die zei van ja. Die, die zus van jou die is ook boos. Ik zei: maar waarom dan? Ja, zei Tante Til, Dat weet ik niet. Maar die is ook boos. Die heeft ook wat. Ja. Nou, zei Teel, uh, Moet je niks van aantrekken? Nou, dat doe ik ook niet. Maar wat maakt mij dat dan nou uit? Ik heb die mensen niks aangedaan. Ik heb er wel bij stilgestaan. Eh, en bij mijn moeder heb ik het dan ook echt verteld. Van kijk nou, wat je toen hebt gedaan. Heb je, niet eens alles heb ik opgedreund, maar gewoon een paar dingen. Ja, dat stel ik niet op prijs. En daar was ik heel boos over. Nou, mijn zus heb ik nooit wat verteld, dus die, die mag er naar raden als ze dat überhaupt wil weten. Als je dat niet wil weten, vind ik het ook best. Kijk, er zijn oude dingen in het leven. En ja, er zit dan geen schot in. Dat blijft maar hetzelfde. En ja, dan is het maar op een dag voorbij. Dan is het maar over. Dan was het een fase in je leven. Want dat merkte ik dan ook hè, met dat huwelijk van mij dat toen we dat gezin nog hadden, dan hadden we daar vier keer per jaar, soms vijf keer per jaar, een feest. Elke verjaardag werd gevierd. Dat zijn er al drie. Mijn verjaardag werd gevierd, de verjaardag van de moeder van het kind werd gevierd... en de verjaardag van het kind werd gevierd. Dus er waren drie gelegenheden voor de familie om te komen... En los daarvan, we vierden ook Sinterklaas en we vierden ook kerst. En iedereen kwam lekker langs en allemaal lekker eten en lekker drinken. En het was allemaal zo gezellig en allemaal zo leuk. Maar dan ging die moeder van mijn kind, die ging zich gedragen als een volslagen debiel. En ik kreeg het heel moeilijk om de boel bij elkaar te houden. En waar waren toen mijn familieleden... Uh, ...om te redden wat er te redden viel. Zo, uh, dat is het spreekwoord luid. In tijden van nood leer je je vrienden kennen. Kijk, toen alles goed ging, ook goed ging... ...en er was drie, vier, vijf keer per jaar was er een geinig feest. Allemaal lekker langskomen. En ik allemaal, stond ik al een dag van tevoren in de keuken... Uh, ...om te koken en alles klaar en iedereen lekker eten. En, nou, ja... Yeah ja dat allemaal wel als het goed gaat hè o, nee dan kom ik wel langs oh nee dat vind ik wel leuk ja ja en dan krijg je zwaar weer en waar zijn ze dan mijn moeder dat is niet zo lang geleden dat mijn moeder zei van nou en ik wil de familie wel weer eens een keer zien want het was altijd zo gezellig en zo en kan je niet wat organiseren en ik denk ja nou, toen heb ik wat georganiseerd voor haar. En er kwam nog een bak kritiek op, man. Dan denk ik, nou, dan doe ik dat ook niet meer. En het is natuurlijk niet zeker dat als mijn moeder uh, uh, rekening had gehouden... met het feit dat ik met dat huwelijk in, sla in zwaar weer zat en dat ze in had gesprongen... En, uh, dat het dan wel goed gegaan zou zijn, dat, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat ze helemaal niks deed. En wel klaar stond met een bak kritiek op mij. En ja. Dan denk ik ook van ja, zoiets wil ik eigenlijk het liefst maar achter me laten. Snap je? discussie gesloten, zullen we maar zeggen. Ja, ik zeg het allemaal niet om, om zielig te doen of whatever. Het gaat er meer om dat je leven, dat, dat is iets dat gaat door. Ja. Voordat dat gezin er was, sprak ik mijn familie niet of nauwelijks. Ik leefde een heel solitair leven. Mijn verjaardag ja, vierde ik soms. Echt niet elk jaar hoor. En hetzelfde god ook voor uh, de partner die ik dan had. Ik had altijd wel een partner of zo. Maar verjaardagen of zo werden niet echt gevierd. Hoor. En dat is allemaal door dat gezin is dat heel erg tot bloei gekomen. En dan denk je op zo'n moment van oh wat ontzettend leuk. En je ziet ook dat het goed is. En onze dochter heeft er echt met, met volle... Teugen van genoten. Maar als dat niet een backup krijgt, als dat niet een steun krijgt of zo, ja, dan verwatert het en blablabla. En dan komt dat niet meer terug. Klaar. En daarvoor in de plaats komt heus wel weer wat anders. Door dit is mij zo gebeurd. En nou, waarom zou het nou, in jouw leven niet, wou ik zeggen. Maar ik denk dat je ervan uit moet gaan. dat in jouw leven hetzelfde gaat gebeuren. Want alles verandert. Alles uh, is aan een verandering. onderhavig, onderhevig, moet je zeggen. Maakt niet uit. Dat is niet erg. Hè? Maar zorg ervoor dat de herinneringen. Die je hebt, de herinneringen die je opbouwt momenteel. zorg ervoor dat het hele mooie herinneringen zijn. zodat als er zo dadelijk een verandering komt. dat je melancholisch wordt. En dat je denkt: wow, het, het was een hele mooie tijd. tijd. Ja. <laughs> zorg voor mooie herinneringen. en zorg voor melancholie. Ja? En dan zeg ik op zijn hamburgs, tjus. en dag lieverds.